Goedemorgen iedereen en welkom bij Pixie Frits Dieren. Bonjour à tous et bienvenue chez Pixie Frit Animaux. Vandaag een video over onze guppies. Voor de mensen die mij volgen, weten ze dat de guppies in een kleinere bak stonden van onder aan de 850 liter. En ik had nog een 240 dat vrij was en heb ik dus besloten van ze in de 240 te zetten. Ondertussen hebben wij heel veel kleintjes. Ik heb kleintjes die rondzwemmen in de bak zelf. En ik heb ook kleintjes die hier in een bakje apart zitten. Dat is al de vierde en de vijfde generatie. Als jullie zien, er zijn er die beginnen kleuren te krijgen. En dit zijn de eerste, tweede en derde generatie. Ik heb ze gisteren voor het eerst erin gestoken. En ik moet zeggen, ze doen het heel goed. We hebben wel gemerkt dat ze wat kleintjes opgegeten hebben. Dat wel. Ik veronderstel dat omdat is de bak is groter, er zijn minder planten in. Ik heb nog altijd evenveel potten, maar ik denk dat ze minder kunnen verstoppen en dat ze daarmee opgegeten werden. Dus deze morgen heb ik Aga het couveuse eruit gehaald, in de bak gestoken en ben ik op jacht geweest naar de kleintjes. Ik heb er een aantal kunnen redden, al heel veel vind ik. En ik denk wel dat ik nog heel veel meisjes heb die nog kleintjes op de wereld gaan zetten. Hè. Donc pour les gens qui me suivent, ils étaient dans le plus petit bac en dessous du 850 litres. Et j'avais le 240 qui était libre, donc j'ai décidé de les mettre dedans. J'avais beaucoup d'alevins. Il y a une petite partie, pas beaucoup, mais il y a quand même une petite partie qui a été mangée hier. À mon avis, c'est parce que la surface est plus grande. Il y a moins de plantes du coup et moins de cachettes. J'ai laissé toujours autant de peau, mais je crois que ça a à voir avec les cachettes, au fait. Mais j'ai toujours pas mal de petits. Hein. Ça, c'est déjà la quatrième et cinquième génération. Il y en a qui commencent déjà à avoir leur couleur. Ce que vous voyez ici dans le bac, c'est la première, deuxième, troisième génération. Les parents de ces guppies-là sont décédés. La dernière maman nous a quittés il y a un bon trois mois de ça. En dit is hier mijn spécialeke. Ons Carolientje, onze lintje. Als jullie kunnen zien, is haar rug gillegans gekromd. Ik heb het hart niet om die kleine te laten inslapen. Ze doet het heel goed. Ze blijft heel klein, maar ze doet het echt heel goed. En ik denk niet dat die kleine kleintjes gaat krijgen. Ik hoop toch van niet, want dan moet ik de kleintjes wel, moet ik wel afstand van nemen. Die begint meer en meer kleuren te krijgen. Alors ça ici, c'est petite Caroline. Petite lintje. C'est une femelle qui est mal formée. J'espère qu'elle n'aura jamais de petits parce que je serai obligée de les euthanasier. Par contre, j'ai l'impression qu'elle attrape une très belle couleur.
Zoals jullie kunnen zien, er zijn heel veel vrouwtjes. We hebben prachtige exemplaren van mannen. Persoonlijk vind ik dat deze heel mooi zijn. Ik heb er zo'n 3 die rondzwemmen en 1 meisje die dezelfde kleur heeft. Hier is ons kleine dametje. En daar in de planten is er een van de 2 mannen ook. Ces couleurs-là, je les trouve magnifiques. J'ai une femelle et 2 mâles qui courent comme ça. Je trouve que c'est des couleurs superbes. J'ai jamais vu des couleurs comme ça au magasin. Je les trouve vraiment magnifiques. Met de rest van de familie, moet ik zeggen, gaat het heel goed. We hebben kleine Sam. We zijn met hem naar de dierenarts moeten gaan. Hij zat vol met plakken en met korstjes. Hij had diarree. Hij had niet meer zo goed. Was heel, heel slapperig. En we hebben eigenlijk ontdekt dat hij allergisch is aan... Vlooikes. En wij hebben geen vlooikes. Wij veronderstellen dat hij die gehad heeft in de tuin, in de zomer, wanneer hij rondliep. Ondertussen heeft hij antibiotica gekregen via spuit. Een anti-allergische product via spuit. Dat is nu al meer dan 10 dagen geleden en hij doet het supergoed. Alors ici, il y a petit Sam. Un de nos chats qu'on a récupéré chez mon mari au boulot. Il avait des croûtes sur tout le corps, se grattait énormément. On a été avec lui chez le vétérinaire et en fait, on a découvert qu'il était allergique aux puces. Il n'y a pas de puces dans la maison, mais probablement qu'il en aurait attrapé dehors en se promenant dans le jardin. Il a reçu 2 petites piqûres, une piqûre avec un anti-allergique, et une piqûre avec des antibiotiques, et il se porte à merveille. Un klein passage langs de 850. Hier ook, ze doen het supergoed. Un petit passage par le 850. Ils vont tous super bien. Aandacht, hè, meneer Blue? Ja, hè. Hier zien we zijn femelle, een van zijn vrouwtjes. Een van onze goldies. We zijn er een kwijtgeraakt deze week. Een petit gold. On en a perdu un cette semaine. À mon avis, c'est tout fait avec des pierres, ou parce qu'on l'a retrouvé près du tronc. Paisiblement endormi. Onze tétras.
En dan hebben wij onze Toraka, die het ook heel goed doet sinds haar hernia. Het gaat al veel beter. Af en toe moeten we voorzichtig zijn. Ze heeft wel de neiging van heel veel te springen, heel veel te lopen. Dat biesje is 7 jaar, maar dat deed nog het moraal van een klein beestje van 3. Maar ze doet het supergoed. Notre petite Tora qui a déjà 7 ans. Elle qui a eu une hernie il y a quelques mois de ça. On a cru la perdre, mais elle va beaucoup mieux. Elle recommence de nouveau à bien se promener, bien courir, saute énormément, ce qu'on doit éviter. En dan hier hebben wij onze Pasha, onze Jack. Lekker aan het maffen. Notre Pasha, Jack, en train de dormir à son aise. Voor de mensen die dieren hebben, zit ze extra in de watten vandaag. Het is namelijk Werelddierendag. De mijnen gaan ook in de watten zijn. Ik ga ze straks een extra maaltijd klaarmaken. Voor de vissen, een mengeling van Artemia, Tubifex, rode, zwarte en witte larven. Voor mijn hond een doos en voor de katten ook een doos. Plus een krokette. Een kleine verwenning, dat mag wel een keer. Dat is maar 1 keer per jaar. Voor de mensen die des animaux, aujourd'hui c'est la journée mondiale des animaux. Mettez-les extra en attention. Moi aussi, aujourd'hui, les poissons ont reçu à manger ce matin, mais recevront cet après-midi encore une fois du Tubifex, des vers rouges, blancs, noirs, des Artemia. Le chien recevra une boîte et les chats aussi. En ik zou langs deze video iemand willen bedanken. Ik ga geen naam noemen, maar ik denk wel dat hij zich zal herkennen. Hij neemt heel veel contact met mij via YouTube. Lijkt me iemand heel vriendelijk, waarvan ik heel veel hulp van krijg wanneer ik een probleem heb. Ik zou hem heel graag willen bedanken. Hij volgt mij van in het begin. En ik hoop dat we nog heel lang in contact zullen blijven. Want ik vind het wel fijn en aangenaam van iemand te hebben die er altijd is om ons te helpen, om mee te communiceren, ideeën te ontwikkelen. Par ici, par cette vidéo, j'aimerais remercier quelqu'un. Je ne vais pas donner de nom, mais je crois bien qu'il se reconnaîtra. Il me suit déjà depuis le début, me donne beaucoup de conseils quand j'en ai besoin, toujours en contact. Ça fait déjà, je crois, 1 an et demi que je fais des vidéos. Toujours là quand j'ai des questions. Alors voilà, j'aimerais énormément le remercier. J'espère qu'on restera encore en contact pendant un bon bout de temps, parce que vraiment, c'est agréable de savoir qu'on a quelqu'un sur qui compter quand il y a un petit souci. Un grand merci. Een dikke, dikke merci. Echt. Voilà. Dit was een video voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. De visjes, de hond en de poesjes wensen wij jullie allemaal een prettige dag. En tot de volgende keer. C'était une vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu en profiter. Les poissons, le chien et les chats et moi-même vous souhaitons une très bonne journée. Et on se voit la prochaine fois.